In 2019 werden de eerste plannen gemaakt met betrekking tot het dorpsplan Langenboom. Nu ruim 5 jaar later was er de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Eigen Kweek en gemeenteland van Kuik. Goedemiddag allemaal, beste mensen. Voordat we zover zijn, gaat eerst Mark en Willy het woord tot ons richten. Daarna zal ik een kort woordje doen en dan gaan we over tot de ondertekening en een glas champagne zonder alcohol. Dankjewel Yvonne. Ja, wij vonden het wel gepast om hier ook samen te staan vandaag, want het is een heel proces geweest en dat doe je niet alleen. En dat doe je niet alleen binnen de gemeente. Wij hebben daar gelukkig ook een heel team bij. En ook de vorige gemeente Middellandse Tubbert. Maar dat doe je ook niet alleen in het dorp. We hebben met een aantal van jullie heel veel contact gehad. Een aantal mensen die in de speedboots zaten. Een aantal mensen die de speedboot binnen het bestuur waren. Maar het belangrijkste is dat er ook vanuit het dorp en de verenigingen en de bedrijven in de buurt ontzettend hard is samengewerkt. En we zijn er nog niet. Dit is weer een mijlpaal, een tussenstap om weer een stap verder te komen. En daarvoor wil ik alvast, maar ik wil ook Willy vragen als wethouder accommodatiebeleid, om in ieder geval jullie al nog veel succes te wensen voor de komende tijd. En we doen dit niet alleen, we doen dit als gemeente met de stuurgroep hand in hand. En dat is mooi, want samenwerken, dat hoort erbij. En daarom ook Willy, want ja, als het om accommodatiebeleid gaat, ben jij ook zeer actief betrokken. Ja. Dankjewel Mark. Mark zei, zeg je ook nog wat? Ik zeg, nou, het zal niet meer nodig zijn als jij hebt gesproken. Maar toch nog wel. Nou, ik moet zeggen, ik ben erbij gekomen toen wij de nieuwe gemeente Landverkuik werden. Ik dacht zelf, het besluit is genomen, dus dat is geregeld. Helaas bleek het, Yvonne, weet je als geen ander, dat het nog niet zo was. En we hebben elkaar gevonden, Mark en ik. Mark doet in feite het vastgoed, ik doe het accommodatiebeleid. En we hebben gezegd, daar gaan we samen nog voor strijden, want dat was het nog wel af en toe, hè, om te kijken of we de gemeenteraad nog mee kunnen krijgen in verband met de verhoging van de bouwkosten, et cetera. En dat we het samen tot een goed einde maken. Ja, beste avonturiers, wat een dag. 5 jaar geleden begonnen wij aan een reis die achteraf gezien veel weg heeft van wat tegenwoordig een obstacle run heet. Beste gemeente Land van Kuik, jullie hebben ons niet alleen inhoudelijk, maar ook aan de hand meegenomen door jullie wereld. Waarbij wij regelmatig, sputterend, zonder succes overigens, weerstand probeerde te bieden tegen al die regels. Gelukkig slaagden we er samen des te beter in om de regels met praktische creativiteit het hoofd te bieden. En met dat samenspel in gedachten staan we nu hier. Dankjewel, gemeente Land van Kuik. Zullen we? Ja. Ja? Yes. Doen we eerst even een foto? Eerst een foto. Ja? Hij staat. Die hoeft hij niet. Nee, die hoeft niet. Nee. Deze. Ja. Deze. Kijk, die weer. Ja. Ja, dan gaan we even dit pakket daarbij, deze hier. Ja. Oh, zo ja. 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 Dan ga ik hem jullie over. Ja. Ja. We hebben alles getekend, hè? En ja. Dan kunnen we niet anders dan jullie heel veel succes en kracht en alles toewensen. Gefeliciteerd. Ja.
Mark, de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Landverkuik en de stichting Eigen Kweek. Hoe belangrijk is deze voor de gemeente? Ja, dit is weer een hele belangrijke stap in het proces voor het dorpsplan van Langenboom. Want met dit contract, met deze samenwerkingsovereenkomst, zeggen we echt officieel van dit zijn de officiële afspraken voor samenwerking, inclusief ook het geld, wat we in tranches gaan betalen als weer iets, een proces is afgerond. Ja. Het is een project wat 40 jaar gaat lopen, heb ik begrepen. Hoeft de gemeente dan nog 40 jaar lang niks meer bij te dragen? Nee, dat is de bedoeling. Dus Langenboom zegt, wij gaan dit zelf oppakken hier om van 5 locaties 2 locaties te maken met een sociaal hart en een sporthart. Waarbij er dus wordt gezegd, combineren is floreren. En dan niet alleen combineren in gebouwen, maar als je ziet ook combineren qua vrijwilligers. Is dit het startpunt van, zo moet het in ieder dorp? Dit dorpsplan, combineren van vrijwilligers en kennis, is een inspiratie voor Brabant en voor heel Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat je overal precies hetzelfde kunt doen, financieel, en ook niet altijd dezelfde uitgangspunten hebt. Maar dit is wel echt een inspiratie voor andere dorpen. Yvonne, is dit het startpunt? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Het startpunt was in 2018, toen het dorp met elkaar besloot, er moet iets gebeuren. Dat was bij het sluiten van de kroeg, de Mens. Je zou kunnen zeggen, dit is weer het startpunt van de bouw, omdat we nu alles rond hebben met de gemeente. En dus echt daadwerkelijk met het ontwerp en de bouw de realisatie kunnen beginnen. 2018 begonnen, nu zijn we 6 jaar verder. Hoe vaak hebben jullie als Stichting Eigen Kweek gedacht van, krijgen we dit rond? Ja, verschillende keren. Ik denk, er zijn van die kleine dieptepunten en er zijn hele grote dieptepunten. En die laatste zijn er ook wel een stuk of 5 geweest, dat je echt zegt, kap er gewoon mee. Het is niet te doen of we krijgen het niet rond of er is weer een regel. Ik noem maar een paar voorbeelden. Maar uiteindelijk zeiden we toch elke keer, we laten het potverdomme niet gebeuren, dat het fout gaat. We gaan door. We hadden Mark Jansen Vergaal, wethouder Mark Jansen Vergaal, ook voor de microfoon. Die zei ja, dit is een voorbeeld voor de gemeente Landverkuik en ook vanuit Brabant. Voelen jullie dat ook zo? We hebben heel veel steun gehad van de gemeente, maar ook van Landverkuik. Zelfs van Politiek Den Haag. Zijn er een aantal ministers met ons in gesprek geweest. Dus het wordt blijkbaar gezien als een goede oplossing voor kleine kernen. De kleine kernen hebben eigenlijk allemaal hetzelfde probleem. En wat wij doen, ik noem dat zelf elke keer combineren is floreren. Als je samen gebruik gaat maken van voorzieningen, dan wordt het goedkoper en gezelliger. Eigenlijk is het niet moeilijker dan dat. Dat is wat we doen. En dat wordt wel als voorbeeld gezien. De handtekeningen zijn gezet. Wanneer kunnen wij de eerste resultaten zien in Langenboom? We zijn nu met ontwerp bezig. Het is de bedoeling dat volgend jaar rond maart, april de bouw begint. Ja, daar zal alles bij elkaar ook een jaar duren. De kerk en het sportpark wordt tegelijk verbouwd. En hier de pastorie ook op dit gebied. En dan zijn we dus al ergens in het tweede kwartaal van 2026 dat de openingsfeesten zullen zijn. Dan zijn wij er ook weer bij. Heel fijn, dankjewel.